Welkom bij de December Game Show, waarin jij prijzen kan winnen van Diamond tot aan Dirt. Alle prijzen zitten in deze kist en deze zullen elke week opnieuw gevuld worden en natuurlijk gehusteld worden. Kortom, je weet nooit, maar ook echt nooit wat je gaat winnen. Alles in deze game show ligt in jouw handen. Weet jij genoeg vragen goed te beantwoorden en genoeg punten te verzamelen? Dan mag jij een getal kiezen tussen de 1 en de 27. Het getal wat jij kiest staat gelijk aan een item in de kist en het is van jou. Weet jij het nou zo goed te doen dat jij 10 van de 10 vragen goed weet te hebben, dan mag je zelfs 2 items kiezen. Maar hou je maar een score van 4 van de 10 of zelfs lager, dan krijg je geen prijs. Je krijgt een troostprijs, een Duffy Games merchandise shirt. Maar wil je alsnog kans maken op 1 van de 27 prijzen, dan kan je gaan voor de alles of niets vraag. Deze vraag kan over letterlijk alles gaan. Mocht je hem goed hebben, dan mag je nog steeds een nummer kiezen. Maar heb je ook deze vraag fout, dan ga je toch echt naar huis met lege handen. Wil jij eens kijken meedoen aan deze gameshow? Dat kan. Zorg ervoor dat je deze video hebt geliked. Ben geabonneerd op Duffy Games. Laat een reactie achter met je naam, je leeftijd en of je een microfoon hebt. Zorg dat je ook in de Discord zit. En wellicht zie ik jou hier in de studio. En vandaag is niemand minder dan Mr. Sleen onze uitdager in de gameshow. Goed Mike, aangekomen bij de vragenronde. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik vind het echt geweldig dat ik hier mag zijn. Ik ben echt gewoon helemaal klaar voor jou. Klein vraagje nog vooraf. Deze vraag telt overigens niet mee. Hoeveel vragen van de 10 denk je dat jij er goed gaat hebben? Oh, dat is echt... Ik denk sowieso wel meer dan 5. Dat hoop ik tenminste. Meer dan 5? Wauw. Ja, ja. Oké, goed. Als jij er helemaal klaar voor bent, dan gaan we beginnen met vraag nummer 1. En het is meteen een moeilijke vraag. Ben je er klaar voor? Ik denk het, ja. Ja, ik ben er klaar voor, ja. Vraag 1. Wanneer kwam mijn eerste Mindtopia video online? En dit is een vraag waarbij jij tussen A, B en C kan kiezen. Antwoord A, 10 september 2015. Antwoord B, 10 augustus 2015. Antwoord C, 10 januari 2015. Of antwoord D, 10 mei 2015. Ja, man. Hey, we zijn hier bij een quiz waar je dure items kan winnen. Oh ja, ja. Dus A, B of C? Ja, dit gaat een compleet gok worden. C. En dat is fout. Het was antwoord A. Dus dat gaat betekenen geen 10 van de 10. Dat betekent geen 2 prijzen. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 2. Wat voor een speciaal item stond er in mijn eerste schuur die ik kocht in Mindtopia? Stel me nu echt gewoon vragen, jongen. Hé, hey, daarom zijn we hier bij de quiz. We gaan niks opzoeken, hè? Mike, ik wil nu het auto? Antwoord hebben. Jij gaat voor antwoord auto? Auto voor de auto. Oké, okay, je hebt deze goed. Er stond inderdaad een auto in mijn allereerste schuur die ik overigens van David heb gekocht. Die had voor mij al die dingen in zijn beheer als gemeente, wat ook allemaal. We gaan naar een volgende vraag. Hierbij moet je even goed na gaan denken. Het is een tricky one. Noem de 5 originele Mindtopia en 5 namen. Let's go. Bro, hou op met Let's go, Mike, let's go. Naam nummer 1. Dus David. Dat dus Gidenk Team. Dat is goed. Vakenhof. Dat is goed. Wie wil nog meer? Nog 2. Hoe heet die kerel ook alweer? Die oude opa, Colin? Oh, nog eentje! Nog eentje, je hebt hem! Oh, wie was het nou? Denk heel goed na. Oh, hou op met me. Als ik het dadelijk ga zeggen, dan denk je nee. Ja, dat denk ik waarschijnlijk nu ook al. Oh, wie was het nou? Je mist nog 1 naam. Joey? Ja, ik weet het echt niet. Is het goed? Nee. Is ja. Dat is je antwoord, Joey? Denk ik, weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Joey? Ja. Dat kan ik helaas niet goed rekenen. Het was Rotjoch. Nou. Oh my god. Het was Rotjoch. Hou op met me. Mike, ik moet zeggen, het gaat nog niet helemaal lekker. 1 vraag goed, 2 vragen fout, maar we gaan door naar de volgende vraag en die is als volgt. Van welk ministerie ben ik minister geweest? Dit moet je weten. Kom op. Financiën. Dat is helemaal goed. Ik ben inderdaad minister geweest van Financiën. Okay, het staat nu inmiddels 2-2. Je maakt nog steeds kans op de prijzen. De volgende vraag. Wie in Mindtopia is er fan van een giraf? Dit is weer een vraag van A tot en met D. Antwoord A, dus David. Antwoord B, Duffy 13. Antwoord C, Melissa. Of antwoord D, Bendert. Wie is er fan van een giraf? Je hebt een giraf in je huis. In Mindtopia.
Antwoord A, B, C of D. Melissa houdt van flamingo's, dus die strepen we af. Okay. Jij, geen idee. Okay. We gaan voor Bendert. Jij wist deze vraag gewoon al. Ja, omdat ik altijd de juiste. Bendert de laatste keer in die stream irritant deed met een giraf. Oké. Dat is in ieder geval wederom een vraag goed. Dat is inmiddels je derde vraag goed. Hey. Oké, ik ben benieuwd of je deze vraag gaat weten. Waar is mijn allereerste mobieltje kwijtgeraakt in Mindtopia? Nou, hoe moet ik dit weten, hallo? Hey, ik heb het heel erg vaak benoemd. Denk heel goed na. Waar is dankjewel, mijn... wacht. Hoe heet die ook alweer? Guantanamo B, toch? Dat ja. Is inderdaad helemaal correct. Mijn mobiel is achtergebleven of verloren gegaan in Guantanamo B. Ik wist het niet, totdat je zei van ik heb het heel vaak gezegd. Toen dacht ik, hey. De volgende vraag. We gaan meteen door. Wat was mijn tweede baan in Mindtopia? Wat ik erbij ga zeggen is, als je nu deze vraag goed hebt, dan heb je de 5 goed. Hè? Dan maak je kans op een item uit de kist. Dus let goed op. Wat was mijn tweede baan in Mindtopia? Dit is volgens mij nog een pre-public geweest. Je was eerst tuincentrum. Dat klopt. Bank. Toch, bank? Dat is inderdaad correct. Je hebt inmiddels 5 vragen goed. Dat is sowieso prijs. Het was inderdaad, ik ben daarna inderdaad bank-CEO gegaan. Eigenlijk hoeven we niet door te gaan met de vragen nu, omdat je natuurlijk, je kan niet hoger scoren dan wat je hebt, maar we gaan wel door. Hoeveel losse pots in Mindtopia vormen mijn villa? Wacht, oh my god, dit weet ik. Ik ben laatst nog bij die map geweest. Hoeveel losse plots? Ja. Want het is uiteindelijk 1 plot geworden, maar hoeveel losse waren het? Jouw huis, dat andere huis. Vier? Weet je dat heel zeker? Wacht. Dus één was rechts, één was links en er staat volgens mij 2 in het midden. Is 4 je definitieve antwoord? Ja. Dat is correct. 4 inderdaad. Er zijn nog 2 vragen te gaan. De laatste vraag. Van welke gang was ik een lid? En daarbij bedoel ik wel, moet ik er wel nog bij zeggen, de allereerste gang. Ja, je zei al was, verleden tijd. Nu zit je bij Andron. Daarvoor zat je bij 100% RVE. Oké. Maar daarvoor? Waar zat ik toen bij? Wacht, deze vraag heb je al eigenlijk beantwoord. Nee, die gezegd, ja. F5, ja? Het is inderdaad F5. Hij is inderdaad al beantwoord natuurlijk in een van de eerdere vragen. Maar goed, het was een instinkertje. Sommige mensen die hebben dan toch zoiets van... Weet wat, een andere gang? Waar dan? Inderdaad de F5. En dan de allerlaatste vraag van deze quizronde... En dat is de volgende vraag. Mike, hoeveel voertuigen heb ik? Hou op! Als okay, in voertuigen die ik dus kan besturen, hè? Oh, dus niet die ene in je kist die het niet meer doet. Oké. Precies. Hoeveel voertuigen heb ik? Met 2 motors in je huis? Ik weet echt niet meer. Ja, ik wil toch een antwoord van je horen. Hoeveel voertuigen 5? Had ik? Ga je even antwoord 5? Ja? Dat is fout, ik heb er 4! Oh nee, hou op met me! Ik heb 2 auto's, 1 motor en een helikopter. Ik heb officieel op mijn naam 4 voertuigen staan. Maar dat betekent wel dat als ik eventjes de score zo opmaak... Ik moet zeggen, Mike, voor een eerste keer niet slecht gedaan. Je hebt 7 vragen goed. Dat betekent 3 fout. Dat is dus de vraag over het voertuig had je fout. De originele F5 had je fout. En, nou ja goed, een hele moeilijke vraag. Eigenlijk vraag 1 natuurlijk. Hè. Wanneer kwam mijn eerste Mindtopia online? Dat betekent nu 1 ding, Mike. Jij kan dus nu een getal genoemen. 1 tot en met 27. Dan ga ik voor jou daarna in deze kist kijken. En het getal dat jij zegt... Dat is het item wat jij gaat krijgen. Het kan een heel duur item zijn. Het kan ook helemaal niks zijn. Voor welk item ga je? Wat is jouw nummer? Ik wil voor een meme nummer gaan. Dat is 13. Ja, oké. Of voor een geluksnummertje. 7 natuurlijk. Hey, het is aan jou. Maar wat als we 13 plus 7... Nummer 20. Jij wil gaan voor nummer 20? Denk ik. Mensen, 13 plus 7. Mensen, we gaan kijken wat Mike heeft voor een item gekregen op nummer 20. Goed, ik ga ze gewoon 1 voor 1 tellen om er gewoon bij langs te gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1920. Oh, hier word je denk ik niet vrolijk van, man. Je hebt het zo goed gedaan. Het was echt alsof je zei van 1920 en dat je dan zeg maar dat 19 de jackpot was en dat ik dan zeg maar net 20 zei. Zo, Mike, ik wil jou van harte feliciteren met deze eerste editie van deze quiz. Jij bent de gelukkige winnaar van een Golden Goku hair. Ja! Het spijt me enorm, nummer 20. Je hebt ervoor gekozen. Ik kan er niks aan doen. Er zitten goede items in, er zitten mindere items in. En dat jij nou uitgerekend dit item moet hebben. Hey, zo be it. Ik hoop dat je er blij mee was. Ik hoop ook dat je het leuk vond. Ja, mijn kennis is weer hoger geworden, zou ik zeggen. Nou, ja. Dat bedoel ik maar. En wellicht kun je ooit nog eens een keertje meedoen. In ieder geval, bedankt voor je deelname. En enjoy je Goku hair. En dat was het alweer, mensen. Aflevering 1 van de gameshow zit erop. Ik ben heel erg benieuwd wat jij er natuurlijk van vond. Laat het vooral van achter beneden in de reacties. En inmiddels weet je dus ook nu hoe het gaat. En ook hoe je dus mee kan doen. Dus wellicht, mensen, zit jij de eerste volgende keer tegenover mij. En maak jij kans op een van die te gekke prijzen. Voor nu, mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het dus leuk hebben gevonden, doe dat duimpje omhoog en klikken. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.